U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een gemengd beeld met zonnige momenten, maar ook met wolken. Dit is het gemiddelde plaatje van Nederland. Maar op sommige plaatsen hebben wolken duidelijk de overhand gehad, zoals in het noorden. En op sommige plaatsen scheen de zon vaker, zoals in het zuiden. De satellietfoto laat dat goed zien met een wolkenpakket wat op de Noordzee klaar ligt voor ons. En die wolken breiden zich geleidelijk aan uit over het land. Daarachter zit nog een gebied met wat opklaringen. Voor morgen moeten we kijken naar het gebied wat zich boven Engeland bevindt. Dat gebied komt geleidelijk aan onze kant op en dat zijn niet alleen wolken, maar daar zit ook neerslag bij. Zover is het nog niet. We hebben eerst nog een avond en een nacht te gaan. Met vanavond hier en daar wat opklaringen, vooral in het zuiden en oosten van het land, maar ook wolkenvelden. Het blijft nog droog. De temperatuur ligt rond een graad of 13 en er staat nog niet veel wind. Die wind die neemt in de loop van de nacht wat toe en aan het eind van de nacht zouden de eerste buien kunnen vallen in het noordwesten van het land. Temperaturen dalen vannacht naar 9 tot 12 graden. Morgen breiden de buien zich over het land uit. In het zuidoosten eerst nog droog met wat zon. Later van het westen uit weer een paar opklaringen. Stevige wind, langs de kust zelfs krachtig. Windkracht 6 draaiend naar west tot noordwest, zorgt ervoor dat het niet warm wordt. 16 graden is de maximum temperatuur. Het weer wisselt nogal, want donderdag hebben we weer te maken met een vlakke rug van hoge druk. Zorg ervoor dat het rustiger weer wordt, de wind is minder en vooral ook er is meer ruimte voor de zon, met name in het zuiden en het blijft overwegend droog, lokaal 18 graden. Vrijdag passeert dan weer een zwakke storing met nog een paar buien, maar zaterdag hebben we gewoon alweer prima weer onder invloed van een hoge drukgebied. Veelal droog met geregeld zon en zaterdag zien we voor het eerst weer eens een 20 graden op de weerkaart verschijnen. Ditmaal voor het zuidwesten van het land. Nou, de dagen die volgen laten vaker hogere temperaturen zien. Het kwik ligt in het weekeinde tegen de 20 graden aan. En ook begin volgende week zitten we in de buurt van dat maximum. Een vrij grote spreiding in minimum en maximum temperatuur. En dat kan eigenlijk alleen als er flinke opklaringen zijn. De zon heeft dus alle ruimte. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.